Ra, de eerste bij Sint-Joost. En Ra, de eerste bij Sint-Joost. Dag. Tja, man. Het is zondag, dus er had geen goederenverkeer. En weet je nog wat wel, omdat die normaal gesproken. Die rijden dan alleen maar op mijn zondag. Dat ze er niet over de dag. Dus dan zie ik in de rust, daarom verwacht ik die ook niet. Nou, daar komt ie. Yeah. Jee! Dat is echt mooi. Ik zo elkaar. We beginnen goed met geen dubbeltracties. Laat het daarop houden. Ra, heb je de veer van links aan? Ra! Met een hele coole motor aan. Deze positie, jongen. I love this. Echt een storing was, maar dat was het in het geval. Ik ben bang dat er rechtjes kunt komen. Links firm sowieso. Ja, we hebben dubbel tractie. Moet wel. Nou, hier komt ie. Jee. Yeah. Echt mooi. Ka. Ra. Oh nee, nog geen eens. Nou. Ik denk dat ik nu ga boeken. Dat moet haast wel. Red, heb je daarvoor links een ra. Hij begint even een beetje door te boeken. Hey. Vond ik op zich ook wel weer tijd. Like for real, man. Want ik maak me een beetje zorgen om de lucht. Want de lucht is. I know, ziet er een beetje onweerachtig uit. En ik weet niet of het onweer was, of dat weet ik voor wat moet ik te voorstellen. We hebben dubbel tractie. Nou, hier komt ie. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Een ra. Oh nee, nog geen eentje. Hoe dan? Ra, ik zie rechts een Arriva naderen, maar de video daarvoor is ook al een Arriva. Het is toch twee films in een Arriva? Verwoord nu gewoon twee films in Arriva's, twee films in Arriva's. Is het voor geks? En het is ook wel echt heel rustig. Het is echt letterlijk heel rustig vandaag. Het is maar 14, ja. Nou, hier komt ie. Die terrein niet de bedoeling is. Niet. En ja, die dubbel. Ik had eerlijk gezegd de firm verwacht, eerlijk gezegd. Maar oké. Okay. Ik had echt firm verwacht. Maar waar komt ie nu heel snel? Ra, daar heb je eindelijk eens de firm. Er is een werkzaamheid. Er zit er maar strikt maar door. Zit dat op de mond. Het is een eerste. De helft minder rijdt volgens mij. De tweede heb je eigenlijk rot weer. En de derde de dienstregeling klopt voor geen meter. Dus het is echt. We zijn echt op de perfecte dag, man. Not. Ja, de buurt is daar wel mooi, maar ja. Ik denk dat 10 net aan te gaan worden. Nou, hier komt in je. Ta. Raad natuurlijk een enkele doortracties. Ze kunnen misschien nog een beetje video's meepikken. Jezus. Ra, daar hebben we weer nog van links een ra. Het is een beetje erg geworden het weer, dus ja. Hopend dat het droog blijft. Ik heb af en toe nog gevoeld dat het op mij om ook nog gedonder, maar droog is het er wel gebleven. Nou, hier komt hij de VRM. Nou, dus ik weer 8 minuten tot 10 minuten wachten voor de arrival van rechts, dus dat is echt normaal rustig. Nou ja, hier komt hij in ieder geval. Yes. Ra. Ik dacht echt dat het een leuke dag was. Ik dacht, nou leuk. Even een lekker spotten bij Sint-Joost. Nou, dat was niet leuk, want de rijdt de helft niet. Rij heb ik echt even nog net. Dan roep van links trouwens. De camera werkt even niet mee. Ik heb hem net nog aangekregen. Ja, dat is echt heel raar. En het echt zijn lekkers rood, op de camera zijn lekkers oranje. Ik weet niet hoe het kan. Ik vind het raar dat het nu opeens zo lekker doorboekt. Mogen ze gebeuren. Boven ik aan tot 13 uur en is het 7 of zo eindelijk is. Nou, in ieder geval, hier komt ie. Yeah. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Ra. Nou, nu valt de krachtsferm. Zo is fijn als het even doorboekt. Oh, wat heb ik met die auto.
Ra. Jezus, ik ben me gewoon aan het sporten en dan komt het even rechts van naar Ra. En net op het moment dat er een trein van rechts komt, regent het een heel klein beetje. Dat is niet op prijs gesteld. Dus maar hoop dat de camera niet nat wordt. Die kan me zo nat worden en dan, ja, zien jullie niks. Dat vind ik direct zo irritant. Nou, hier komt ie. Niet. Dus ja, het is gelukkig wel heel zacht, dat is wel een voordeel, maar ja, lekker is het zeker niet. Ja, ik heb echt even moeten rennen, jongen, voor die verm. Het regent een heel klein beetje. Ik heb het er in de vorige video al verteld dat ik dit niet leuk vind, want ja, ten eerste, je wordt nat. En als je met je mobiel filmt, ja, dan kan er een druppel op de lens vallen. Daarom vind ik het reeks irritant, maar en je weet ook waarom ik dat al, ja, dat. Ga, hier komt ie. Yes! Proberen. Met elkaar. Ra. Ik val niet ver aan de links, dat moet wel. Zo, dat is zo kort, gelukkig. Ra. Jezus, het is echt een beetje aan het regenen. En ik ben ook bang dat zo'n druppel op de camera gaat komen. Oh, laat deze opname heel snel voorbij zijn. Laat deze opname snel voorbij zijn. Want ik heb er een beetje genoeg van die regen. Dat doe ik allemaal voor jullie kijkers. Nou, hier komt ie in de regen. Yeah. Yeah. Ra. Nou, hierna vat ik wel rechts naar Riepen. We hebben gestart absoluut niks of zo. Ik denk dat Riepen nu al onderweg is. Ra, daar heb je van links. Daar heb je dan van Ra. Dus langzaam een beetje kan stoppen met het regenen. Waar ik uiteraard zeer blij mee ben. Want dan durf ik hier ook weer te staan. Oh, ik voel ook ik ruik de regen en dat soort dingen. Maar het stopt weer. En ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik hoor het wel. Hoor wat gedonder hier. Nee. Hallo? Ik wil zeggen, waar blijft hij? Nee, komt hij hier over droog? Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Maar ra. Duurt ik een enkele deeltrax? Volgens mij gaan we het gewoon in. Oh, nog een speeders aan. Hoe is fijn? Ra, daar heb je even oprecht. Ra. Ik had eerlijk gezegd een. Ik had eerlijk gezegd een magriepen van. Ik had eerlijk gezegd een rechts verwacht. Maar dat het zit in mijn streektaakzaamheden is het weer super onlogisch en agriepen van rechts. Normaal gesproken is het altijd twee firms en ja. Normaal gesproken twee firms in één vlucht, maar nu lijkt het gewoon twee vlucht in één firm. Dan wordt de firm de vlucht en de vlucht in de firm. Heel raar, maar ja, hier komt ie. Yes! Yes! Inderdaad, niet dubbel. Je had trouwens als eindbestemming Roermond en ra. Nou, nu vraagt hij links ver en dat wordt de laatste.